een enorme eer om mij nu als nieuwkomer in zulke goede omgeving te kunnen ontwikkelen. Ik moet echt, wat ik zei, alles leren. En om dat van het beste team eigenlijk te doen. En vooral van Marianne en Annemiek, dat is een hele eer. En dat kwam heel onverwacht. Daar ben ik heel blij mee. Ik verwacht dat ik toch wel een grote stap kan maken nu. En ik verwacht niet dat ik resultaten ga rijden. Of dat ik, je zal me niet op het podium zien. Maar als ik maar gewoon persoonlijk een stap kan maken en laten zien dat er potentie in zit. En een goede basis kan leggen voor de rest van mijn carrière. Dat is mijn doel echt. Nee, dat is eigenlijk allemaal te vroeg om daar iets over te zeggen. Ik wil gewoon met de trainster en met Jeroen gewoon een heel goed plan gaan maken hoe ik het beste me kan voorbereiden. En dan ga ik eerst beginnen in kleine wedstrijdjes, clubwedstrijdjes rijden voor ervaring. En dan hoop ik opgesteld te worden. Maar ja, ik moet gewoon net als die andere 11 meiden een plekje binnen de groep veroveren, omdat ik goed ben. En het zal nog wel even duren voordat ik echt aan de start sta van de internationale koers.